Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Blauwendaal, Sanidump en Kleven en Zonen. Goedendag en van harte welkom bij FC Rijnmond. Straks nog aandacht voor wielrennen. Maar eerst praten we natuurlijk over het regionale topvoetbal. De topper die eindigde in een 1-1 gelijkspel tussen PSV en Feyenoord. En de glorieuze overwinning van Sparta 5-1 tegen FCM in eigen huis. Daar praten we over na met Emiel Schelvis, onze huisanalyticus. Feyenoordwatcher Sinclair Bisschop en voormalig Sparta-directeur, huidig Roparun-directeur Wiljan Vloed. Van harte welkom. Ben je al bij Sparta geweest dit seizoen? Ja, ik ben dit jaar bij Sparta geweest. Dus stond op de to-do-list, hè? Je kwam een tijdje niet. Ja, en ik heb ook wel wat meer Spartanen gesproken. Dus wat dit betreft begint de pijn steeds meer af te nemen. Denk je nou, Wiljan, als Sparta aankomend weekend van de FC Utrecht wint, dat ze dan ook daadwerkelijk mee kunnen doen om de play-offs? FC Utrecht. Ik denk niet. En ik vond dat Henk het eigenlijk heel goed doet. Je bent sportman en je hebt een doel voor ogen gehad als handhaver. Dat hebben ze fantastisch gerealiseerd. En ze willen zijn sportman. Ze willen elke wedstrijd winnen. Maar ik denk dat je de focus gewoon nu al neer moet leggen. Tot zo goed mogelijk resultaat. Jongens zoveel mogelijk leren. Om het tweede jaar, wat vaak moeilijker is in de Eredivisie, er helemaal klaar voor te zijn. Ja, om daar klaar voor te stomen inderdaad. Sinclair, heeft Feyenoord verzuimd om aan te haken in de race om de titel? Dat zullen we weten aan het einde van de competitie. Of dit toch een belangrijk punt is. Laten we eerlijk zijn. Er werd niet verwacht dat Ajax later op de avond nog zou verliezen van AZ. Dus je kan ook het positief zien dat Feyenoord op Ajax, waar toch naar werd gekeken, een punt is ingelopen. Uit bij PSV 1-1. Op voorhand zeg je dat is een normale uitslag. Als je die wedstrijd gisteren gezien hebt, en dat hebben we met z'n allen. Ja, had Feyenoord op basis van wat we in die 90 minuten hebben gezien, moeten winnen. Ja, er gaat geen 7 punten op allebei inlopen natuurlijk. Je krijgt ze allebei nog, dat is het voordeel. Als je niet zou krijgen, dan niet, maar... Je krijgt ze gelukkig allebei nog, dus je hebt het wel in eigen hand. Drie zou geweldig zijn. Ja, dan hadden we nog het experiment met Ricciano Habs, ja. Emiel. Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Is dat nou een geslaagd experiment geweest? Ja, redelijk. Aan die linkerkant marcheerde het aardig. En laten we wel zijn, Dumfries is eigenlijk, behalve die kopbal, maar toen stond hij midden in de 16 bij een spellervatting, na een spellervatting. Is hij eigenlijk niet in het stuk voorgekomen? Sterker nog, hij was verantwoordelijk voor het feit dat hij Bottekin niet goed dekte. Waardoor Feyenoord op 0-1 kwam. Maar... hij is van nature natuurlijk de laatste jaren niet meer die linksbuiten geweest. Dus je ziet wel dat hij een beetje zoekt. Ja. En hij heeft trouwens zijn pols gebroken. Hè, dus hij gaat met een manchet spelen komende donderdag. Ja. Hij kan wel gewoon spelen. We gaan er straks nog uitgebreid over verder praten natuurlijk. En ja, Sinclair zei het al een beetje. Na afloop van die wedstrijd beklijft toch een beetje het gevoel van had er niet meer in gezeten. Had Feyenoord die wedstrijd niet gewoon moeten winnen? Ja, misschien zegt PSV hetzelfde. Ik vond dat er meer in zat dan 1-1. Ik vond dat we heel volwassen speelden voor Feyenoord. Na uitwedstrijd bij PSV weten hoe moeilijk het kan zijn. Maar ik denk dat we de boel redelijk gecontroleerd hebben. Weinig echt een grote uitgespelde kans. Want het heeft ook te maken met dat beide ploegen defensief goed stonden. Maar we hebben redelijk de controle gehouden over de wedstrijd. Zelfs toen na de 1-1 denk ik, dan moet je zien wat er gebeurt. Maar we bleven in principe hetzelfde doorgaan. Een positiespel van achteruit op middenveld, die extra man. Ja, dan krijg je 1 of 2 halve kansen. En dan moet je alleen zien. En dat gebeurde niet, dus 1-1 kan er wel mee leven. Excuus trouwens voor het slechte geluid, dat lag aan de apparatuur. Ja, mooi ook hè, om tijdens die wedstrijd die passie van Dick Advocaat te zien, Wiljan. Herken je dat in zo'n wedstrijd die zo meeleeft? Ja, kijk, ik denk, natuurlijk herken je dit van hem, maar ik denk dat alle trainers die in dit vak hebben gezeten, dat die zoveel passie hebben. En vaak probeer je emotie onder controle te houden, maar bij Dick is bekend, die doet het altijd geweldig, is genieten. Ja. Is het niet gewoon, moet hij niet gewoon bijtekenen, ongeacht of Feyenoord voldoende financiële middelen heeft om zich te versterken volgend seizoen, moet Dick niet gewoon zo snel mogelijk zijn handtekening zetten? Dick is in het belang ook van Feyenoord bezig op dit moment. Dus hij ziet op dit moment niet het belang in om nu te gaan zeggen van oké, ik teken bij. Want dan ziet hij misschien op wat voor manier dan ook een soort dip in die het zou kunnen veroorzaken in het besef van hij wil die spanning er constant ophouden. Hij eist constant, op de training ook begrijp ik, eist hij in die korte en die snelle partijtjes, scherpe partijtjes, eist hij een soort van besef. En gelijk alweer na gisteren ook de focus op NAC. Weet je,
Dus ja. Hij is daar niet mee bezig. Hij hoeft niet bij te tekenen. Hoe zie hij dat? Hij is er natuurlijk wel mee bezig. Nee, ik vind dat je niet bij moet tekenen. Ik vind dat je fantastisch doet. Alle respect voor Dick. Ik vind dat je echt keurig doet. Maar ik vind dat je echt als interim daar is gekomen. Ik vind dat Feyenoord een mooie een hele periode de tijd gaat krijgen om een nieuwe trainer te zoeken. Een jonge jongen die zijn kans moet krijgen. En je ziet toch het effect van Dick? Ja, maar ik zie ook wel het effect. Maar je moet niet vergeten, hij is daar puur als interim binnengekomen. Gewoon tijdelijk neergezet. Er wordt ook tijd voor. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Hè, omdat ik ook hou van jonge Nederlandse trainers die zichzelf verder kunnen ontwikkelen, zoals we ook van talenten houden. En ik denk dat Dick het fantastisch doet, met alle complimenten. Ik denk dat het niemand, maar dan meen ik echt in Nederland, uit deze fase beter had kunnen invallen dan Dick. Ja. Maar ik vind dat het ook gewoon een mooie tijd is geweest om daarmee wat andere jongens aan de slag te gaan. Het zou toch fantastisch zijn nog een jaar, Dick Advocaat, voor Feyenoord? Hij heeft volgens mij al wel een basis gelegd voor als Feyenoord het merendeel aan boord kan houden voor een goed volgend seizoen. Je weet niet wat er bij Ajax gebeurt, waar veel jongens weggaan. Dus hij moet het perspectief zien dat hij om de titel mee kan gaan. En dat is een beetje de strijd die gaande is. Feyenoord wilde als eerste misschien wel wat klappers maken komende zomer. Maar Dick eist eigenlijk dat toch de selectie zoveel mogelijk intact blijft. Ja. En als dat zo is, ja, dan kan Feyenoord volgend jaar om de prijzen gaan spelen. Dan zou ik het erg vervelend vinden als je dan weer opnieuw moet beginnen met een nieuwe trainer. Ja. En dan zijn er misschien wel spelers die dan denken maar dat hij ook nu de stap maken. Moet zo'n selectie als Feyenoord heeft, ook de structuur die die club heeft. Ik bedoel, Advocaat blijkt precies de soort van missing link. Zagen we vorig jaar, want heel veel mensen die vorig jaar zeiden van, volkomen terecht, als ze die man is veel te oud, moet je ze niet nemen. Nu blijkt hij wel degelijk een soort missing link te zijn. Zit hij die gasten zo op hun flikker? Zorgt hij daarmee aan de binnenkant voor zoveel rust? En tegelijkertijd, denk je dat een andere jongere trainer in ontwikkeling, zoals jij dat noemt, denk jij dat hij ook dat respect naar zo'n spelersgroep en dat die constante eis die hij stelt, dat voor elkaar weet te krijgen? Ik vraag me dat af. Maar kijk, ik stel hier niet de discussie de kwaliteiten van Dick Advocaat. Dat stel ik niet. Hè. Ik stel alleen maar aan dat ik vind dat Dick daar tussentijds komt. Ik vind dat hij ontzettend één ding echt heel goed doet. Hij haalt heel de druk weg bij de spelersgroep. Hij zorgt ervoor dat de spelers alleen maar hoeven te voetballen. En verder rest is hij de man, het beeldbord. Maar op die trainingen legt hij wel die druk neer. Voor hun. Legt hij de druk, maar van buitenaf, zoals je dat gisteren ook weer neerzet. Dat doet je fantastisch. Alleen ik zeg, van zo'n club als Feyenoord die eigenlijk in een fase zat waar we een jaar geleden zeiden, wat doen we eigenlijk? Waarom kiezen ze niet voor lange termijn? Wat gebeurt er uit? Ik denk dat ze een mooie tijd hebben om achter scherm nu te gaan bouwen, om dan echt voor lange termijn neer te zetten. En er is een trainer die dat op langere termijn doet. Ja, dat maar hij speelt een soort voetbal. Hij speelt een soort voetbal wat bij Feyenoord past. We zullen dat moeten afwachten. Er zijn ook jongere trainers, denk ik, die dat kunnen gaan brengen. We zullen dat moeten afwachten. Hij zal daar ongetwijfeld snel over beslissen. Bestuurlijk worden de posities in ieder geval langzaam ingevuld. Vorige week werd bekend dat Sjaak Troost weer terugkeert in de Raad van Commissarissen. Nog twee posities waren er vakant. En inmiddels is er weer een positie ingevuld. Via de vrienden van Feyenoord nog twee posities. En Boudewijn Poelman die keert terug. 2007-2009 was hij ook al bij Feyenoord. Ja. De man van de postcode loterij. En de shirtsponsors. En de shirtsponsors die keert nu terug. En dan is er nog een positie vakant via de vrienden van Feyenoord. Die binnenkort ook ingevuld gaat worden. Ja. Wij keken die topper tussen PSV en Feyenoord trouwens bij Lilian Marijnissen, de SP-fractievoorzitter thuis in Os. Zij is fanatiek Feyenoord-aanhanger, heeft ook al 10 jaar lang een seizoenkaart. En dit zijn de beelden daarvan. Het zal je verbazen, in Os en volgens mij in Brabant überhaupt zijn heel veel Feyenoord supporters ook te vinden. Dus ik ben zeker niet alleen hier. Nou, dan gaan we weer beginnen denk ik, hè, zo'n beetje. Ik zet altijd het geluid van Rijnmond aan via de iPad en dan kijk ik op Fox beelden. Maar dat loopt natuurlijk niet gelijk. Dus ik moet altijd even dan de tv een pauze zetten, een seconde of 30. En dan loopt het weer gelijk met het geluid vanuit de iPad. Dus toen kan ik naar Feyenoord kijken en tegelijkertijd het commentaar van Rijnmond erbij horen. Als ik gewoon zo thuis ben en de uitwedstrijden van Feyenoord kan kijken, en dat is meestal eigenlijk altijd wel, dan is het standaard, ja. Oh! Shit! Ach, jongen. Oh, bijna. Ik ben wel opgegroeid met Studio Sport op zondagavond. Dat was altijd vaste prik sowieso. En ook al redelijk snel een keer naar de Kuip geweest. Ja, hoe oud zou ik zijn geweest? Ja, of 15 of zo, zoiets. 15, 16, die leeftijd.
En nou, mijn ouders waren vroeger, maar dan heb ik het echt over 30 jaar geleden, echt ook Feyenoord fan en ging ook regelmatig naar de Kuip. Toen ben ik met mijn vader een keer naar Feyenoord geweest. Feyenoord AZ was dat geloof ik toen nog, de eerste wedstrijd die ik zag in de Kuip. Ja, het was wel die belevenis natuurlijk in zo'n stadion, als je daar nog nooit bent geweest. En dan Feyenoord uit te zien spelen, dat had echt wel iets magisch. Nou. Oh, Kurt! Nee! Oh, shit. Oh, Feyenoord. Dit soort wedstrijden tegen PSV, de grote wedstrijden. Ja, dat zijn natuurlijk wedstrijden op zich. Daar zit aan zich al zoveel spanning op. Maar nu, ik vind het gewoon heel leuk dat Feyenoord zich zo herpakt heeft. En onder advocaat zich zo fantastisch ontwikkelt. Het is toch wel fascinerend, hè? Dat je met dezelfde ploeg... Het staat een totaal ander team op het veld dan onder Stam. Ja, oh ja! Sick! Kijk nou, bijna! Niet te geloven! Jongen. Ja, 1-1, ja. 1-1 uit de PSV, tuurlijk. Is zeker oké. Maar ja, wil je echt nog mee gaan doen, dan hoop je stiekem toch dat we winnen vandaag. Nou, het zit erop. Dat is toch een echte vrouw waar je verliefd op kan worden, hè? Lilian nou, Marijnissen. Wat is lelijk ingericht, hè? Wat? Dat zal ik een beetje naar die inrichting kijken. Denk ik. Ik vind het hartstikke leuk. Ja, en die passie is toch mooi om te zien. Overigens, die wedstrijd gisteren, Orkun Kökçü was weer een van de uitblinkers. Orkun. En wat hij wel vindt, is dat zijn rendement gewoon heel erg tegenvalt. Hoe verklaar je dat, Sinclair? Nou, daar heeft hij wel al aangewerkt. Maar ja. Het is een jongen voetballer. Als ik zie hoe hij gisteren in die topper zich staande houdt. Hij heerste samen met Ver op dat middenveld. Ja. Die jongen is zich echt spectaculair aan het ontwikkelen. En hij had een paar schoten waar hij wat pech had. Ja. Dat Unestal, die keeper. Maar hij ontwikkelt zich goed. Ik vond juist knap dat hij zo excelleerde gisteren in die wedstrijd. Jij als voormalig trainer, hoe kan je daaraan werken? Het rendement van zo'n jongen verhogen. Hij heeft nu 2 goals uit 21 wedstrijden. Ja, maar dit is voetbal is trainen. Je kunt niet zonder trainen. Dat is gewoon ook op een gegeven moment ervaring. Je ziet gewoon dat je de basis heeft. En natuurlijk van een ruimtebesef waar die moet zijn. Dat is iets van wat hij heeft. En dat doet hij fantastisch. Dat vind ik echt dat je dat echt heel goed doet. Nou, dan moet je gaan werken aan zijn mindere punten. Dat betekent gewoon trainen. En uiteindelijk zie je dat ook. Hè? Als je jonge jongens ziet bij dingen. Als je de topvoetballers ziet. Ja, die schieten 10 keer op goal. En die schieten 10 keer tussen de palen. Ja. Maar dat is niet een kwestie dat ze zo alleen geboren zijn. Dat is een kwestie dat ze dagenlang maar aan het toe zijn. Ja. En dat mag hij dan doen. Maar hij is hartstikke jong. Ik heb er echt van genoten. Hoeveel assists heeft hij? Ik weet niet hoeveel precies assists. Ja, weet je, gisteren heeft hij bijvoorbeeld ook met die corner een assist. Ja, hij is best wel vaak bij doelpunten betrokken. Maar het mag, en daar doelt Peter Groene, hij mag nog wel iets meer scoren. Kijk, en die corners mogen wel iets meer de lucht in af en toe, hè? Ja, soms wel, ja. Sommige wel. Ja, kijk, statistieken zegt niet altijd alles. Hij zegt natuurlijk heel veel, zeker voor in de eindfase van dingen. Als je daarin als scorende speler bent, is statistieken gewoon heel belangrijk. Ja. Maar je moet ook met hem kijken naar statistieken van waar sta je op het veld op welk moment. Ja. En dat kan Feyenoord doen, maar heel de videoanalyse, dat zie je niet op tv, dat hoor je niet. Maar als je dat goed neerkijkt, hoe hij de lijnen en de posities bezet houdt, ja, dat is fantastisch. En als je die statistieken ziet, scoort je gewoon heel hoog. En dat is natuurlijk gedrag. En dan moet je dus aan het werken aan de dingen die er wat minder is. Nou, dat is het rendement in de eindfase. Nou, trainen met de staf die ze daar hebben. We stonden nog doortrainen inderdaad. Sinclair, jij noemde in de podcast Özyakup nog als mogelijke linkshalf, linksbuiten misschien wel. Ja, Feyenoord heeft natuurlijk nu een probleem. Nu Sinisterra geblesseerd is. Sam Larsson is verkocht. Dan moet je dat oplossen. Nou, tegen PSV vond ik het inderdaad logisch dat Habs daar zou gaan spelen. Maar ik weet niet of dat misschien wel een permanente plaats zal zijn. Hij is weer fit, hè? Toch een verdediger. En Özyakup staat nu dan op de bank. Is toch een speler, of hij of Kökçü, die als een soort valse linksbuiten, dan speel je met een verstevigder middenveld, Toornstra zou kan gaan fungeren. Ik denk dat Toornstra niet zo snel van het middenveld weg wordt gehaald. Dat is toch belangrijk. Speelt zeker niet goed. Ook gisteren veel balverlies. Maar hij loopt wel enorm. En Narsing wordt helemaal niet genoemd. Maar wat ik ook misschien wel interessant vind, gisteren ging ook een paar keer Malasia door. Ja. Je zou ook gewoon Haps terug kunnen zetten. Ook Malasia, die vind ik eigenlijk wat rustiger rond die 16. Ja. Met die eindpaas. Want dan zie je dat Haps nog wel wat wild is. Ja. Malasia, ze kunnen het een beetje van de wedstrijd
af laten hangen. Dat is eigenlijk wat tegenstander. Per wedstrijd bekijken. Andere grote man bij Feyenoord is natuurlijk Steven Berghuis. De man in vorm op dit moment. Hè? Die zich ook echt wil bewijzen voor dat EK met Oranje voor Ronald Koeman. Dat komt nu niet meer in gevaar, toch, Emiel? Nou, Koeman zat gisteren op de tribune. Kijk, Steven Berghuis is een speler bij wie het tussen zijn hoofd en zijn voeten nog wel eens misgaat. Laat ik het zo zeggen, we zien dat hij heel vaak beslissend is. We hebben het weer over cijfers, statistieken, daar is hij heel vaak bepalend. Maar als hij nog de ambitie heeft om die transfer te maken, dan had hij gisteren in de eerste helft die bal met zijn rechtervoet. En in de tweede helft met name die laatste kans. Advocaat noemt het een halve kans, maar ik noem het voor een speler van het kaliber Berghuis een 100% kans. Mm-hmm. Zijn geliefde positie. In het 16 meter gebied voor zijn linker vlerk. Dan moet die bal hoog de hoek in of hij moet langs Onderstal. En het was een slappe, volgens mij, ik vond het een slappe inzet. En daar moet hij als meest bepalende speler van Feyenoord het verschil maken. Hij scoort altijd nog wel een 7, Emiel. Nee, hij scoort juist geen 7. Als hij die bal maakt, scoort hij een 7. Dan scoort hij een 7. Maar Berghuis is toch juist nog steeds een van de uitblinkers? Iedereen verwachtte juist een schot richting de kruising. Hij probeerde mooi in die hoek en die Onderstal heeft gewoon een fantastische redding. Thuis. Ik vond die zo fantastisch. Tegen PSV 3 keer gescoord. Ik denk dat hij gewoon aan een geweldige serie bezig is. Hij is aan een geweldige serie bezig. En als hij zo doorgaat, komt zijn plek echt niet in het gedrang. En vervelend gedrag heeft hij inderdaad als minder de loop. Maar ja, dat heeft Ziyech ook bij Ajax. Slecht tegen als het elftal niet voldoende druk naar voren stelt. Want dan komt hij niet tot zijn recht. Dan zie je hem naar achteren kijken. Dat zag ik hem ook weer op het laatst doen. Dan moet hij toch het besef blijven houden van een momentje kan nog komen. En die moet hij pakken. Die moet hij met zijn klasse pakken. En dan is hij vaak zo afgeleid in zijn hoofd. Maar hij speelt bij Feyenoord. Hè? Hij speelt nog niet bij die topclub of bij die subtopper in Europa. Dat bepaalt of hij nog een transfer gaat maken of niet. Daar kijken ze naar in het buitenland. Je bent bepalend. Ik denk dat je bij Feyenoord een redelijke goede serie bezig bent. Ik vond hem gisteren niet de beste man van het veld. Absoluut, ik vond hem gisteren ook niet echt top. Ja. Van, wat dat betreft was hij zeker niet zijn beste wedstrijd. Maar bij Nederland zelf dan een aanmerking komen, heeft volgens mij minder met zijn kwaliteit te maken. Maar heeft gewoon puur mee te maken ook hoe Nederland zelf dan speelt. En wat Koeman op dit moment voor spitsen verlangt en hoe ze daarin moeten voetballen. Ja, dat is een beetje het nadeel van hem. Want op dit moment is het niet zo dat ik vind dat je in een hele slechte fase. Ik vind dat je goed speelt. Laat zien wat voor kwaliteit is. Gedragsmatig moet je inderdaad in balans komen. Want hij doet soms dingetjes waarvan je denkt waarom. Maar het heeft natuurlijk ook mee te maken hoe speelt het Nederlands elftal. En dezelfde discussie die we nu heel erg in de achterhoede hebben. Is natuurlijk ook in de voorhoede. Hoe gaat het Nederlands elftal daarin spelen? Ja. Als ze spelen net zoals de afgelopen periode zal Berghuis minder kans krijgen. Waar ik enorm van geniet op dit moment is die jonge Bozeniek. Hij is misschien niet de meest balvaste speler die je ooit gezien hebt. Maar het is toch heerlijk, die frivoliteit en de doelgerichtheid die hij heeft. Ja. Ik geniet daarvan. Het is de Slovaakse versie van Pipo Inzaghi. Dat is wat in de dop. Ja. Want hij loopt op alles. Hij steekt een knie uit, hij steekt een voet uit. Bij die bal die uiteindelijk op de paal komt, komt hij heel sneaky ineens voor zijn verdediger. Ja. En lift hij hem nog even naar de andere hoek. Ja. Ja, dat zijn Inzaghi-achtige bewegingen. Als hij op de grond ligt, dan maait hij nog naar de bal toe, weet je, om hem nog te halen. Zie jij nog wel... De ontwikkelpunten, zie je dat nog goed komen bij hem? Of is dat niet nodig? Het is logisch. Het is een jonge jongen. Het was helemaal niet de bedoeling dat hij nu al zoveel minuten zou maken. Het meevoetballen had bij Feyenoord beter gekund als hij ballen in de lucht kon winnen. Hij verloor eigenlijk alles van Nick Viergever. Maar goed, hij kan er wel weer één maken. Sterker nog, misschien wel twee doelpunten. Ze hebben hem geloof ik ook wel wat kracht in gestuurd. Hè? Nou, hij mag er nog een paar kilootjes bij. En fysiek, hè? Want hij moest het dus ook... Omdat hij kwakkelde al een beetje. Hij zat al een beetje pakken op de grond. Scoorde hij nog bijna de 1-2. Maar toen zag ik al dat Narsing aan het warmlopen was. Mm-hmm. Uiteindelijk werd hij gewisseld. Kon hij dus niet de volle 90 minuten volmaken. Maar deze jongen die is net gekomen. En als hij zo doorgaat, dan gaat hij er komen. Het is een echte Feyenoord-speler, vind ik het. Ik vind het echt een Feyenoord-speler. En dat vind ik zo knap. Dat je spelers haalt die passen in de DNA. Dat is de eerste stap die ze moeten doen. En dat is een compliment dat je dit soort spelers haalt die zo passen in de DNA van Feyenoord. Ja, een beetje de passie van Guidetti zou je er zelfs in terug kunnen zien. We gaan naar Sparta, dat op 33 punten komt na die eclatante 5-1 overwinning tegen FCM in eigen huis. En dus niet meer naar beneden hoeft te kijken, maar misschien wel naar boven. Naar de play-offs misschien wel. Statistisch gezien nog niet veilig zijn, ga je dat van mij niet horen. Wij hadden één belangrijke doelstelling en dat is handhaven Eredivisie. Lijkt me niet meer dan logisch. Je gaat uit van een 15e plek, dan heb je het gewoon goed gedaan. Alles wat we hoger eindigen is fantastisch. En als we heel sneaky naar het linker rijtje kunnen kijken of zelfs play-offs, natuurlijk moeten we dat doen. Ja, zijn we daar overdreven mee bezig? Nee. Maar ik hou van, in het voetballen kan je ook en-en. Je kan kijken naar beneden, ondertussen je punten halen, maar ook ondertussen naar boven kijken. Uiteindelijk, als je resultaten haalt, dan word je daartoe toch sowieso gedwongen.
Ja, bij Sparta heerst natuurlijk gewoon een Hosanna-stemming, een vrolijke stemming. Hè? Dolf Roks. Je bedoelde trouwens play-offs Europees voetbal, denk ik, hè? Uiteraard, ja, ja dat is logisch, ja. Ja, maar goed, Dolf Roks, hoofd jeugdopleiding, heeft ook bijgetekend. Heerst daar gewoon heel veel rust op dit moment? Nou, dat valt wel mee, want Dolf Roks staat ook wel onder druk. Alleen, hij wordt, het is Manfred Laros, degene die gaat over de hoofdjeugdopleiding en die heeft zijn contract verlengd. Maar er zijn heel veel mensen binnen Sparta die vinden het, ik heb het al een paar keer gezegd, en Henk Versteven die volgens mij ook een keer aan het Ja, die was ook niet echt lovend over de jeugdopleiding. Nee, en Pim van Beek heeft daar een behoorlijk rapport over geschreven. En ik vind het nog steeds raar dat Sparta daar niets echt serieus mee doet. Want ja, dat is nogal een testament wat hij heeft achtergelaten en waar ze toch serieus naar moeten kijken, denk ik. Wat vind jij van die kritiek op de jeugd van Sparta? Nou, ik ben niet helemaal goed op de hoogte, maar weer een ding wel. Ik heb in mijn periode als directeur de grootste discussie gehad, hè, toen de tijd van moeten we doorgaan met de jeugd, ja of nee. Sparta is jeugdvoetbal, punt. En er is geen discussie in mijn optiek. Sparta is een fantastische club die een fantastische jeugdopleiding heeft. Dat heeft ook met cultuur en DNA te maken. Je kunt zoveel structuurveranderingen doen, maar het zit daar. Je voelt het, dat je, als je daar binnenkomt, dat je beter kunt worden als speler. Dat voel je. Ja. Dus ik vind het ontzettend belangrijk dat ze heel veel tijd en energie daar neerzetten. En ik ken niet de inhoudelijkheden, maar ik vind één ding echt, als Sparta door wil groeien in tijd, moeten ze heel veel energie in die jeugdopleiding blijven stoppen. Want dat blijft de levensader van deze club. Maar er zit weinig achter op dit moment, Jurgen. Als je naar de onder 19, onder 17, onder 15 gaat. Het is echt niet goed. Dan zou de kritiek terecht zijn. Hè? Want de Sparta heeft altijd in de jeugdopleiding altijd elftallen gehad die in de top speelden van de jeugdcompetities. En dat op een fantastische manier. Het is toch raar. Als je nou, Henk van Steen, wij kennen hem allemaal goed. Die man heeft de jeugdopleiding van Feyenoord neergezet. Dus daar de hoofd geweest. Ja. Die heeft Shakhtar Donetsk. Die heeft al het een en ander in zijn bagage. Je kunt hem tenminste, als kennisbaken gebruiken om die toekomst mee uit te stippen. Ja, maar dat doen ze blijkbaar niet. Als ze dat niet doen, kijk, ik denk dat Henk in elke discussie met de jeugd een fantastische bijdrage kan leveren. Lijkt mij ook. En misschien is hij met de focus wat meer naar het eerste. Ik ken die structuur niet. Hij heeft niks met de jeugdopleiding te maken. Ja, dat is eigenlijk heel jammer, want hij zou een toegevoegde waarde kunnen zijn. En bijkomt, de jeugdopleiding van Sparta heeft maar één doel. En dat is het eerste halen. Ja. En niks anders volgens mij. En volgens mij kun je dat niet los doen. Want als je dat los doet, krijg je... Ik heb dat ooit meegemaakt, was ik hoofdopleiding bij PSV. En toen werd er gezegd van, nou jongens, het gaat niet meer om de jeugdopleiding. Het gaat om dat het eerste kampioen wordt. Dat is een doodsteek voor een club die heel veel geld in de jeugdopleiding stopt. Natuurlijk gaat het om die lange termijn. Maar een van de middelen om die lange termijn goed veilig te stellen, is je jeugdopleiding. En ik vind dat je daar heel veel energie in moet stoppen. Een van de talenten destijds bij PSV was natuurlijk jouw zoon, Rij Vloed. Die speelt nu bij Excelsior. En die hebben we ook gevraagd om een boodschap voor je in te spreken. Oh jee. Oh jee. Hoi vriend. Een beetje lastig om na zo'n verliespartij iets in te spreken. Maar ik wil toch zeggen dat ik enorm trots op je ben. We weten allebei wat er een paar weken geleden, maanden is gebeurd. En ik ben ontzettend trots op je hoe je nu in het leven staat en wat je allemaal doet. En hoe ontzettend hard je werkt. En dat alles is voor mij echt een voorbeeld. En ik ben enorm trots op je. Ja, hij haalt iets persoonlijks aan waarvan we niet precies weten wat het is. Nee, ik heb wat hartproblemen gehad. En heeft hij ontzettend mee geleefd in die periode. Het was in begin september. En Rai en ik zijn heel close. Ja. En daar had Rai heel veel moeite mee. Omdat je daarmee toch de focus in één keer word je opgenomen in het ziekenhuis. En hij krijgt dat horen. Terwijl hij begint ook niet voor niks. Hé vriend. Ik ben ook een beetje te lief voor hem af en toe. Maar gelukkig alles weer in orde? Ja. Dat is fijn om te horen inderdaad. Ja, Rij is natuurlijk ook een voormalig PSV-talent. Wat je vaak ziet bij de talent is dat het in de laatste stap, dat het moeilijk is om te zetten. Hij speelt natuurlijk niet voor niks nu bij Excelsior. Je zag dit verleden bij bijvoorbeeld Bart Schenkenveld van Feyenoord. Terwijl iemand als Dick Advocaat, die zegt gewoon tegen Bannis van, ja, je bent niet goed genoeg om te spelen. Hoe kijk jij daarnaar? Nee, kijk, op de eerste plaats ben ik heel vind ik ook dat je gewoon heel eerlijk moet zijn. Spelen ze niet goed genoeg, zijn ze niet goed genoeg. Ik denk dat het voor heel veel clubs wel heel gunstig is om in de eerste divisie te spelen, de keukenkampioencompetitie, omdat je dat ook ziet bij AZ, PSV, maar ook Utrecht zie je wel dat spelers daar beter ontwikkelen. Alleen ook daar zie je dat ze niet de stap maken naar het eerste elftal. Ik denk dat met name onder 19 de eisen veel hoger moeten worden gesteld. Ik vind dat we veel te snel alle predicaten goede voetballen neerzetten. Ik vind dat onder 19, als je goed bent, dan moet je onder 19 zo in staat zijn dat je direct door kunt stromen naar het eerste elftal. En dan heb je alleen een achtervang nodig in een competitie
als Jong. Maar daarin zullen de eisen veel hoger moeten stellen. Daar zul je een fulltime professionele opleiding neer moeten zetten. Hoe zei het een beetje naar zijn zin bij Excelsior? Ja. Eigenlijk rij of niet? Ja, ik moet zeggen, natuurlijk is hij heel teleurgesteld over het feit dat ze niet dat waarmaken wat ze met z'n allen heel graag hadden gedaan. Hè. Toch hoger spelen bij de eerste 3-4. Eigenlijk richting het kampioenschap. Dus dat is heel teleurgesteld over. Hij heeft natuurlijk heel veel momenten dat je denkt van, nou jongens, met het aantal tegendoelpunten word je ook niet happy bij. Maar als voetballer en als in mens in die groep, ja, zie ik dat je heel erg aan het genieten maar is. Maar jij bent ook trainer geweest en ik bedoel, je hebt er een beetje verstand van. Die groep is toch volledig in disbalans. Het elftal is volkomen in disbalans. Als je jouw zoon wil laten renderen, jij vindt het een aanvallende middenveld. Ik vind het al bijna nog steeds een soort tweede spits. Ja. Maar goed, dan moet je de achter twee nummer 6 hebben die ervoor zorgen dat hij bij die spitsen kan blijven en dat die zijkanten misschien een beetje inzakken, maar dat je in ieder geval, en dan komt die druk ook niet zo op die verdediging te liggen. Dat hele middenveld is iedere keer volkomen, ja, nogmaals gezegd, in disbalans, waardoor Excelsior echt zoveel goals tegen krijgt. Voor geen vraagteken, maar... Nee, maar ik denk niet dat het alleen het middenveld is. Ik ben het helemaal eens. Ik denk dat het elftal niet in balans is. Je ziet ook de trainer nu weer aan het zoeken en ook letterlijk zegt, ja, ik heb de voorbereiding gemist. Maar daar gaat het niet meer over. Je hebt gewoon niet de kwaliteit van de spelers die bij elkaar passen. Je moet spelers hebben die bij elkaar passen. En als je dus een type als mijn zoon heeft, of Lucie Bruins, of Fischer, heeft dat consequenties voor de andere spelers die er zijn. Wat zie jij voor Rij nou als een goede stap, goede vervolgstap? Nou ja, kijk, ik vind dat die wat stabieler is geworden. Dus ik ben heel blij dat het is. Ik vind dat je fantastisch doet met het aantal goals en de statistieken. Of tussen assisten. Ik denk dat je nu nou klaar is om naar die middenmoot te gaan voor een stap hoger in de Eredivisie. Ja, toch wel naar de Eredivisie te gaan. Ja. Maar geloof je in dat Excelsior nog met deze groep serieus op die na competitie die play-off mag gokken? Nou, ze hebben een beetje geluk, hè. Ze hebben geluk dat de Bos nu weer wat punten kwijt zijn en zo. Ja, dus dit blijft een hele rare competitie. Maar ook als je zo blijft spelen zoals nu spelen, hebben ze niks te zoeken. Nee. En dan halen ze het misschien net, maar dan heb je niks te zoeken. Want je wordt afgeslacht op elk niveau. Ik heb er niks aantal wedstrijden gezien. En Ryan en ik spreken veel wedstrijden na. Ja, dit kan niet. Er zijn bizarre wedstrijden dat je een paar minuten vertijden met 3-2 voor staat. Dat kan een keer voorkomen. Maar dat kan niet elke week voorkomen. Dus het is structureel en je werkt gewoon. Je krijgt deze puzzel niet klaar, omdat de stukjes niet in elkaar passen. Nee. En dat kun je puzzelen wat je wil. Maar als je dat niet bij elkaar krijgt, omdat je niet de juiste stukjes hebt, krijg je nooit de puzzel compleet. Nee. En dat is denk ik het probleem bij Excelsior. Het is alweer tijd voor de andere sporten in de regio. We zien je graag weer terugkomen om over voetbal te praten. Maar we gaan dus nu naar het wielrennen. Afgelopen zaterdag begon Chantal Blaak haar wielerseizoen als regerend winnaar en als favoriete de Belgische voorjaarsklassieker Omloop het Nieuwsblad. En we volgden haar die hele dag en spraken uiteraard ook met haar. Thank you, Chantal. Ik heb er heel veel zin in. Ik heb nog geen koers gereden, dus dit wordt mijn eerste. Ik weet niet, dat kan goed uitpakken. Het kan ook heel pittig worden. We zullen het snel genoeg weten. Er is sowieso een hoop aandacht hier voor het hele vrouwenwielrennen, wat natuurlijk heel erg leuk is. En als je dan gewonnen hebt, dan weet je dat er iets meer druk op je schouders ligt. Maar ik vind het alleen maar mooi. Het is wel een koers die me ligt en een koers die ik echt heel erg leuk vind om te doen. En met deze weersomstandigheden, ja, dan kan ik niet anders zeggen dan dat ik heel gemotiveerd aan de start sta. Het was natuurlijk een hartstikke zware koers met de weersomstandigheden, die waren super pittig. Dus dat is gewoon heel erg slopend en op een gegeven moment, ja, er gaan steeds meer meiden af en je bent ineens met een groep van 21, dus het was gewoon één grote afvalkoers. En ja, je kan je niet verstoppen, dus op een gegeven moment, je loopt gewoon langzaam leeg en dat is wel wat ik mooi vind aan dit soort koersen. Maar aan de andere kant, als je dan nog volle bak de muur op moet rijden, dan word je niet blij. Ja, en op de muur ging Annemiek en dan is het aan mij om te volgen. En ik kon niet volgen, maar ja, er kon niemand volgen.
ik ben wel teleurgesteld over de sprint voor de tweede plek, want die ging ik veel te vroeg aan. Dat was echt niet handig. Ik kon gewoon niet. Ik ging dan te vroeg aan, maar normaal gesproken, als ik echt een goede benen had gehad, als er nog wat in had gezeten op het einde, dan hadden ze er misschien niet overheen gekomen. Ja, en nu wel. Het was op. Hij staat de Ronde van Vlaanderen met een heel groot rood rondje gestreept in jouw agenda. Klopt dat? Ja, dat klopt. Waarom focus je daar op dit seizoen of dit voorseizoen? Nou, ik heb altijd wel dat deze koers bij mij hoog op mijn verlanglijstje staat. Misschien dit jaar iets meer dan anders. Ik vind het gewoon echt een prachtige koers. En als je over de voorjaarsklassiekers praat, dan praat je over de Ronde van Vlaanderen. Het is een koers die mij ook wel ligt. En ik heb hem ook nog nooit gewonnen. Ik heb 2 keer op het podium gestaan. Deze heb ik al een keer gewonnen, wat ook prachtig was. Ik zou die heel graag nog erbij willen hebben. Ik hoop dat ik dus dit voorjaar van dit soort finales blijf rijden. En dan hoop ik dat het een keer raak is. Ja. Ik denk wel dat ik goed begonnen ben en dat we met de hele ploeg goed begonnen zijn. Dus ik hoop dat we dit vast kunnen houden. Ja, nu we het toch over andere sporten hebben. Jij bent de directeur van de Europa Run. En je hebt een record aantal inschrijvingen dit seizoen, hè? Ja, we hebben kleine 340 inschrijvingen. Dat is echt een record op dit moment. Wat mij wel opvalt, want ik heb vorig jaar meegewerkt aan Europa Run Radio, is dat het een heel witte Hollandse club is die zich inschrijft en die dan op de been is tijdens de Europa Run. Weten jullie wat meer diversiteit te bereiken? Nee. We zijn er ook wel over nadenken, hè, want wij zien het ook. Hè, de teams stellen hun eigen team samen, dus daar heb je geen invloed op. Ja. Wat wij een beetje denken, maar dat is geen wetenschappelijk onderzoek, is dat vanuit andere culturen vaak veel meer het thuiszorg is, de mantelzorg. Dat doe je voor je familie, doe je wat. En wij doen wat voor de palliatieve zorg, dus je doet wat voor een ander. Logisch. En misschien is dat een oorzaak, maar dan nog blijft het heel bijzonder, ook voor vacatures die wij hebben. Komen bijna geen enkele allochtonen komen daar op sollicitatiegesprek. Oproep, gelijk een oproep weer doen. Dus met deze laat je komen. Ja, inderdaad. En iedereen is welkom. Het is een bijzondere editie, want je start voor het eerst in Bremen en je gaat ook door het stadion van FC Groningen. We gaan door Groningen, we gaan door Friesland. We komen in Assen bij het Drents Museum uit. Dus het zijn heel veel nieuwe ingrediënten. Waarbij we hopen dat we ook weer een mooiere opbrengst gaan krijgen. Klinkt goed inderdaad. 6 miljoen, hè, is het streven. 6 miljoen is het streven. Voor de palliatieve zorg. Sinclair, het bekertreffen in de halve finale staat voor de deur van Feyenoord tegen NAC Breda. Ja, dat mag toch eigenlijk. We moeten het nog over hebben, maar eigenlijk mag dat geen probleem opleveren, toch? Nee, maar. Zou je PSV aan AZ ook? Dat wilde ik net zeggen. AZ en PSV werden wel uitgeschakeld. Nee, Feyenoord moet die wedstrijd gewoon gaan winnen en naar de finale gaan. Maar wel oppassen, want Berghuis, Ver en Senesi staan op scherp. Tapia ook, maar is geen basisspeler. Dus dat zou wel een aanlating zijn. Mocht je winnen, maar die jongens lopen een gele kaart op, dat je die in de finale moet missen. Dus Feyenoord moet oppassen, maar normaal gesproken moet Feyenoord van dit NAC in de eigen Kuip inderdaad weten te winnen. En dan, als we stiekem vooruitkijken, dan zou je dit Ajax toch ook wel kunnen hebben. Als Utrecht. Ajax zo de laatste weken ziet, zou het zelfs Utrecht zijn. Utrecht speelt ook niet top. Hè? Die hebben tegen RKC ook de nodige dingen laten liggen. Ja, wij zijn er in elk geval bij, zoals je van ons gewend bent. Donderdagavond dus bij het bekertreffen van Feyenoord tegen NAC Breda. En uiteraard is er aankomende vrijdag ook weer een nieuwe FC Rijnmond met Bart Nolles. En volgende week zijn we er met Pierre van Hooijdonk. En ik wens jou voor nu alvast een heel fijne dag nog. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Blauwendaal, Sanidump en Kleven en Zonen.